jaar ga ik wat vaker vissen met een wefter onder mijn pennetje. 12 mm, onder een haakje 6, gaat er dan zo uitzien. De penhengel is een 13 voeter van Spro. En het molentje komt van AliExpress. Het heeft een perfecte slip. En daar gaat het om bij penvissen. Want veel draaiuren zal hij niet gaan maken. Tot slot, de lijn die ik gebruik is een Berkley Trilene. 2800ste. Dat is een lijn met heel veel rek. En dat is wat je nodig hebt met penvissen. En dit is waar ik uren naar kan kijken. Het zal ook wel moeten als ik iets wil vangen. We gaan vissen. Onder de pen. Gevangen op een 12 mm wefter. Met squid flavor. Dat werkt dus. Althans hier. En mag terug. De maaien in. Dit ziet er visnamig uit. Lekker windje, mooie stek, hier kan ik wat mee. Heb ik heel veel moeite moeten doen voor een paar vissen op deze stek en nu is het meteen raak. Nou, ik hoop dat het geluk aan mijn zijde blijft hier. Ik zit hier erg naar mijn zin. Het is toch mooi weer ook. Dus snel verder vissen. Misschien zit er nog wel meer in. Deze gaat terug. Dit is een typische Flevoschub. Slank, sterk, hartstikke dapper. Ze vechten echt tot de laatste seconde. En ze zijn heel moeilijk te scheppen, omdat ze zoveel weerstand bieden onder de hengeltop.
Nou, wat een leuke dag. Want die aanbeet kwam binnen 5 minuten. Deze boefje heeft een pennetje gesloopt. Hij is gesplitst. Een meter of 10 verderop had ik ook gevoerd. Een paar handjes. En daar miste ik net een vis. Ik sloeg mis. Misschien wel een lijnzwemmer van deze. Prachtige zware schubkuiper. Nooit gevangen natuurlijk. Heerlijk als een pennetje, joh. Fantastisch gewoon. Kijk even, wat een schitterende vis.